ik niet ken. Ik ben Gerard van Amerongen. Heb je gehoord, uit Leusden, internationaal dus. Ja, niet zozeer omdat ik uit Nederland kom, maar ook omdat ik op andere plaatsen in de wereld ook af en toe mag spreken. Dat maakt het in ieder geval internationaal. Want ja, België en Nederland, dat is toch eigenlijk uiteindelijk gewoon één. Toch, als we naar de geschiedenis kijken. Ja, nou, daar durf ik niks meer over te zeggen. Ja, maar in de geest voelt het als één als ik hier ben, elke keer weer. Ik heb het al vaker gezegd, het is, ja, jullie zijn eigenlijk net alsof ik thuis ben, gemeente hier. En we houden van jullie, fijn dat we hier weer mogen zijn. Ja, we zijn er. Het is wel grappig dat Aniek met de aanbidding, dat ze het had over de vallei van de dorre doodsbeenderen. En ik had daarvoor had ik een paar gedachten die kwamen me te binnen. En een van de dingen die ik eigenlijk probeer te doen, ook vandaag weer, is om de gemeente onszelf te bemoedigen en op te bouwen voor een nieuwe tijd waarin we terecht zijn gekomen. Dat is echt mijn hart wat ik heb. Ik merk elke keer in de boodschappen dat God me dat geeft. En nou, blijkbaar vindt hij het ook nodig om het lichaam van Christus te versterken. En ik had een gedachte, zo'n stem van binnen die zegt, het lichaam van Christus, mijn lichaam, zal een paar tandjes bij moeten zetten. We zullen een paar tandjes bij moeten zetten als gemeente, als gelovigen, voor de tijd waarin we terecht zijn gekomen. En ik meende dat de Heer zei, het ging ook over later die droogte. De droogte waarin we verkeren, dat is geen afwezigheid van God. Dus de droogte waar we in zitten is geen afwezigheid van God. Maar het leidt tot een hongersnood. Het leidt tot een hongersnood in deze wereld. Ja, misschien wel fysiek, maar ook geestelijk. Omdat God zegt, en dan kom ik even bij Amos. Aan die tekst moest ik ook denken, Amos 8, vers 11, dat de Heer zegt, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik honger in het land zal zenden, geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heer te horen. En ik geloof echt dat God, wie van jullie gelooft dat God in control is? Ondanks alles wat we allemaal zien gebeuren. Het ligt eraan hoe je ogen richt, hè? Als je ogen richt naar wat er in de wereld gebeurt, denk je, wat gebeurt hier allemaal, wat overkomt ons? Maar als je je ogen gericht houdt op onze God, dan zien we dat God in control is. En dat merken we ook door het spreken wat hij regelmatig doet. Hij bemoedigt, hij bouwt op, hij geeft richting, spreekt woorden. En daarmee versterkt hij ons, maar geeft hij ook ons leiding. Ik moest ineens denken aan een boot. Ik zag dat op een plaatje ergens in Utrecht in Nederland. Daar stond, ik weet niet hoe dat hier is, maar daar stond een boot, boten stonden droog. Er was al zoveel water weggetrokken en daar stonden boten droog. En ik had het idee dat de Heer zei van, het voordeel van een droge boot is dat je die niet op het land hoeft te zetten als je hem inspecteert. Je kunt gewoon de boot laten waar die is en je kunt hem inspecteren. En ik had het idee dat de Heer zei van, en dat is wat ik aan het doen ben in mijn gemeenten. De gemeente als boot, ook een reddingsboot, de ark. Gemeente als boot. En ik ben de gemeentes aan het inspecteren. En ik hoef ze niet te verplaatsen. Ze kunnen blijven waar ze zijn. Maar ik inspecteer. Ik inspecteer. En daarom geef ik ook de droogte die je ook af en toe voelt in en rondom de gemeente. En ik wil gewoon één ding zeggen. God is inspectie aan het houden. En daar wil ik iets over delen zo dadelijk. Maar ik wil ook nog zeggen één ding anders. En dat is dit. De duivel neemt helemaal niets over. Weet je, we hebben één grote inspecteur die aan het roer staat, die de regie heeft. Dat is God zelf. En hij is degene die ons als gemeente, maar ook ons als gelovigen aan het inspecteren is. En dat doet hij niet zomaar. Dat doet hij omdat hij ons wil toerusten voor de tijd waarin we terecht zijn gekomen. Wie van jullie ervaart dat we in een shift terecht zijn gekomen? Dingen die anders zijn dan ooit geweest zijn. Oké. En bij dit hoort een andere tijd. Er hoort een andere manier van gemeente zijn, wat ik al noemde, een tandje bijzetten. Er is geen ruimte meer voor,
voor grijs. Laat ik het maar zo zeggen. Ik heb het eerder gezegd, het is of zwart of het is wit. En dat vraagt een keuze van ons. En er zijn nog vele mensen die gewoon wakker geschud moeten worden daarin. Ik zal er zo nog wat meer over delen. En ik wil proberen dat ook vandaag te doen. En dat is niet omdat ik het zo leuk vind om te schudden, maar het is omdat ik het idee heb dat de Heer gewoon daardoorheen wil spreken. En ook jullie, niet alleen bij ons, maar ook jullie wil opwekken om voortdurend in die rechte lijn van God te wandelen. Ik lees even een stukje, gewoon een van de vele berichten lees ik even voor uit deze tijd. Klimaatverandering. Klimaatverandering kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Dat zeggen vooraanstaande wetenschappers en deskundigen. Aha, die weten alles. Er zijn talrijke aanwijzingen dat de klimaatverandering catastrofale proporties zou kunnen aannemen. Aldus de groep. De wereld moet zich beginnen voor te bereiden op het einde der tijden, menen zij. Ik weet niet of zij hetzelfde bedoelen als wij, als het gaat om de einde der tijden. Maar goed, dit is een groep internationale wetenschappers die vanuit hun wijsheid en inzicht menen te kunnen stellen dat we toekoersen op het einde van de tijd. Eén van de vele berichten die we langzamerhand overal tegenkomen over de enorme veranderingen waar we met z'n allen in zitten. De grote onrusten en onlusten, er zijn overal dreigingen van oorlog. U hebt het allemaal kunnen volgen, ook Israël momenteel wordt gigantisch aangevallen. En het dreigt overal. En mensen beginnen op te staan tegen alles wat er gebeurt. Mensen beginnen op te staan tegen de torenhoge kosten van levensonderhoud. Of het nou gaat om elektriciteit, zal bij jullie niet anders zijn. Eten, drinken enzovoort. Alles gaat enorm omhoog en mensen beginnen daartegen in opstand te komen. En we zien door dit alles heen dat er in de wereld inderdaad iets gaande is, wereldwijd. Het is wereldwijd. Er is iets gaande. Ik zou bijna zeggen er iets groots gaande. Waardoor de wereld in een bijna ongekende crisis zit. Een crisis die we nog niet eerder gehad hebben. En dat maakt deze tijd uniek. Er zijn wel eens mensen die zeggen tegen mij, ja, jij zegt altijd maar dat we in de mooiste tijd leven die je kunt bedenken. Ik vind er geen moer aan. Ik zeg, nou, ik wel. Ik vind het geweldig, want dit wordt een tijd van Gods Koninkrijk. Dit wordt een tijd dat het licht gaat schijnen in die duisternis. En hoe duisterder het wordt, hoe meer het licht gaat opvallen. En hoe duisterder het wordt in je eigen omgeving, des te meer gaat het licht opvallen. Want je hoeft niet het licht te zijn, hebben we net gezongen. Je bent het licht. We zijn het licht. Het evangelie is in jou. En daarom is het de beste tijd die we kunnen hebben. Makkelijk? Nee. Maar we wisten dat dit aan zat te komen. God had al verschillende keren gesproken. Ook naar mij toe, een klein jaar geleden, zei God eigenlijk een heel kort zinnetje. Dat was nog voordat er al die dingen uit begonnen te breken. Hij zei in 2020, het gaat een zeer heet jaar worden. Nou, heet is het. Het wordt komende week ook heet. Maar het bedoelde niet de temperatuur. Maar de heet in de zin van heftige gebeurtenissen. Het gaat een heet jaar worden van heftige gebeurtenissen wereldwijd. En onlangs, en als je wil kun je dat op ons YouTube-kanaal van de Evangelische Gemeente Leusden eens naluisteren. Sprak de Heer een woord over pas op voor de bedriegertjes. Nou, de bedriegertjes zegt jullie waarschijnlijk allemaal niks. Dat is iets als je in Nederland woont en je woont ergens in de buurt van Arnhem, dan weet je wat dat is. Dat is eigenlijk een, ja, het is een grapje wat ze gebouwd hebben. Je loopt over een, het is in een park, je loopt daar over een tableau heen, of wat dan ook. Er zitten overal gaatjes in. En te pas en te onpas gaat er ineens water omhoog komen. Dus voor de dames altijd zo leuk, die rokken dragen. Hè. En in één keer spuit dat water omhoog. En dan, weet je wel, dus dat is altijd een beweging. En nou ja, dat is een typisch Nederlands grapje. Maar pas op voor de bedriegertjes. Dat de Heer zei, van, er zullen allerlei dingen gaan gebeuren heel snel. Dan daar, dan daar, dan daar. Je zult het niet meer bij kunnen benen. Dat is de situatie waarin we zitten. En ik ben zo ontzettend blij dat de Heer Jezus niet alleen maar waarschuwingen geeft, maar dat hij ook nog handvaten geeft hoe we de dingen kunnen toepassen in ons leven om te zorgen dat we in alignment, in lijn met het plan van God, in lijn met het leven van God, kunnen blijven wandelen. Vol vertrouwen. Want Jezus zegt in Matteüs 24, over de eindtijd, zegt hij dit. Er komt een tijd, en ik vertaal het even op mijn eigen manier, dat de gebeurtenissen in het dagelijks leven zo je aandacht zullen opeisen dat je hart daarin verstrikt raakt. Je focus zal verschuiven van de dingen van God naar de dingen van de wereld. En zegt Jezus, als je niet oppast, zit je daarin vast
en kun je er niet meer uitkomen. En het zal ineens gebeuren, het zal zijn als een val die plotseling dichtklapt. Dus wees waakzaam en zorg dat je niet van de weg afraakt door angstig te worden of door bezorgd te zijn. Met andere woorden, zorg dat je ogen gericht houdt op de dingen van God. Zorg dat je je ogen voortdurend gericht houdt op Jezus zelf. Daar ga ik zo nog even iets over delen. Want het gevaar van deze tijd waarin we nu leven, en daarom wil ik dat ook gewoon nog eens noemen, is dat je door bezorgd te zijn of door angstig voor alles wat er op je afkomt, dat je van Jezus af gaat raken. En dat je dus verstrikt raakt in dezelfde moeras waar de wereld ook zich op dit moment in begeeft. En ik zie in het lichaam van Christus gewoon een verontrustende ontwikkeling. En dat is deze. Ik zie een soort tweedeling ontstaan. Een soort scheiding zie ik ontstaan. Ik zie christenen die aan de ene kant beginnen op te staan. En Paul, die, we zongen dat ook al even. En die zeggen, genoeg is genoeg. Die staan op en die zeggen, genoeg is genoeg. Heer, er moet wat gebeuren. Heilige Geest, bezoek uw kerk opnieuw. Dat is één kant. We hebben u nodig. Aan de andere kant zie ik ook christenen die meer en meer geïnteresseerd zijn geraakt in datgene wat er in de wereld gebeurt. Datgene wat de media zeggen. Zelfs wat de social media zeggen. Nog veel meer dan dat wat het woord van God zegt. Dat is die andere kant. En wat zie je gebeuren? Dat juist die tweede groep, dat die onder een bepaalde vorm van misleiding en dwaling komen te staan. En ze slaan dus een andere, als het ware een andere weg in. Door die misleiding, door dwaling, slaan ze een andere weg in. Een weg die wordt bepaald door emoties, door gevoel, door keuzes. En de keuzes die ze dan maken, die laten ze bepalen door dat gevoel, door die emotie. Dat is wat ik zie gebeuren. In plaats van dat de mensen zich laten leiden door het profetische woord van God. Uw woord is een lamp voor mijn voet. We hebben het profetische woord nodig. Nodig dat God spreekt, dat God richting geeft. En ik wil jullie meenemen in een verhaal uit Genesis. Wat er kan gebeuren als gelovigen terugvallen in een leven vanuit God, vanuit de geestelijke wereld zeg maar, terugvallen in een leven in de wereldse realiteit. Van het ene terugvallen in het andere. En dan heb ik het over Abraham en Lot. Je zou kunnen zeggen twee volgelingen van Jezus. Ze worden beide namelijk rechtvaardig genoemd in de Bijbel. Ze leven allebei in de wereld en in het geestelijke. Allebei. Beide wandelen ze met God, staat er. En toch is er een verschil. En dat verschil gaan we zo dadelijk zien. Dat heeft te maken met twee dingen. Het leven in de profetische realiteit aan de ene kant. En de tweede heeft te maken met de conditie van het hart van zowel Lot als Abraham. Twee dingen. Beide krijgen te maken met een grote crisis. Een crisis waar ze doorheen moeten, allebei. En toch is de uitkomst daarvan is verschillend. Totaal verschillend. De uitkomst, verklap ik vast, is dat Abraham die groeit en die bloeit. En Lot zijn leven stort in elkaar. Twee mannen van God. En ik wil met jullie Genesis 13, de eerste 18 versen, wat doorwandelen. Vers 1. Je mag hem opzetten. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Lot met hem, de eerste ding. Dus twee mannen, Abraham en zijn neef Lot. We kennen vanuit de Bijbel, Abraham is een man van geloof. Dat betekent dat hij dus niet in een of andere fantasiewereld, zeggen mensen soms wel eens, hè, je leeft in een fantasiewereld. Nee, dat was echt een man van geloof. De beslissingen die hij nam, die werden niet bepaald door hoe hij zich voelde, door zijn emoties of door dingen die zomaar ineens in de wereld gebeurden, maar door datgene wat hij van God meende te horen. En dat is wat mensen van geloof horen te doen. Als ze voor een beslissing staan, of ze hebben een keuze te maken, of wat dan ook, dan zeggen we, moeten ergens ja of nee op zeggen. Dan zoeken we eerst het koninkrijk van God. We zoeken eerst naar de wil van de Heer. Zeker als het wat
wat grotere dingen zijn, het beste is om het sowieso altijd te doen. We laten onze keuzes en onze beslissingen dus leiden door de Heilige Geest. Want we weten als we dat doen, dan komen we en blijven we op de goede weg. Doen we het niet, weten we, dan dwalen we van die weg af. Vers 2. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Als je kijkt naar het leven van Abraham, dan zie je een man waarvan de Bijbel zegt dat hij succesvol is. Uit Egypte had hij het al zo goed, maar door zijn optreden bij de farao met die plagen, gebeurde het dat uiteindelijk de farao zo blij was dat hij vertrok, dat hij hem ook nog eens meer goud en zilver, vee en alles meegaf. Zoiets van, hier heb je alles, wegwezen, ik wil je hier niet meer zien, wegwezen, het gaat met ons niet meer goed, wegwezen. Niet meer terugkomen. Dus hij was succesvol. Maar ja, wat is eigenlijk succesvol? Had hij zelf niet de plank in zijn leven vele malen misgeslagen? Beslissingen die hij nam uit angst of emotie, maar helemaal niet vanuit God. Had hij niet iemand doodgeslagen? Had hij niet gelogen over zijn vrouw bij de farao? Echt wel een aantal dingen in zijn leven misgegaan. Hoezo succesvol? Ik bedoel, er waren dingen gebeurd. En op een bepaald moment wordt het tijd voor een stukje reflectie. Als dingen misgaan in je leven, dan moet je eens even stilstaan. Dan moet je eens even terugkijken. Dan moet je even kijken, hé, wat is er gebeurd? Wat kun je van leren voor de volgende stap in je reis? Dus dat zou op zijn plaats zijn geweest voor Abraham, denk ik dan maar. Als er zoveel dingen verkeerd zijn gegaan. Maar dat deed hij ook inderdaad. En dat lezen we vers 3 en vers 4. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger had gemaakt. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Interessant. Dus hij is op weg, op zijn reis. En dan neemt hij even een poosje afstand. En in die afstand kan hij terugkijken naar wat er achter hem ligt. Naar zijn fouten die hij gemaakt heeft in die periode in Egypte. Kan hij ze onder ogen zien. En hebben we dat zelf af en toe ook niet nodig. Dat we soms eens even stilstaan bij ja, dingen die je zelf ook verkeerd hebt gedaan. En dat je daar met de Heer over spreekt. Dat je dat in orde maakt, zodat je weer verder kunt. En vooral, weet je, als dingen zo mis zijn gelopen, dat je gewoon ze eerlijk naar de Heer toe beleidt, maar ook eerlijk onder ogen durft te zien. Dat je niet maar met een soort klep voor je ogen doorgaat en daar liggen nog brokstukken achter je. Dus hij gaat terug en daar zou je kunnen zeggen, daar bekeert hij zich. Want hij roept daar de naam van de Heer aan. Dus je zou kunnen zeggen, Abraham die was op reis, maar ging een aantal keren op retraite. Hij ging van rustplaats naar rustplaats. Nou, en als dat, en dat is dan zo belangrijk, als je merkt dat je van koers bent afgeraakt, vooral ook in je leven met God, en je hebt niet echt goed zicht meer op de profetische richting, of de richting die God voor je leven heeft, weet je wel, dan is het zo belangrijk dat je even in de rust gaat. Dat je als het ware je dus bekeert, dat je tijd met God neemt en vooral ook in zijn woord bent, en maar ook blijft. Dus wat deed Abraham hier? Hij rekende af met zijn, op deze manier af met zijn persoonlijke falen in Egypte. Maar dat niet alleen, maar hij bouwde zich daarna ook weer op in de Heere. En dat is ook zo belangrijk, dat je jezelf opbouwt. En hoe doet hij dat? Hij doet dat door zichzelf te herinneren aan de profetieën die God over zijn leven gesproken had en het land had laten zien wat God aan hem beloofd had. Dat het op een dag van hem, voor hem zou zijn. Dus als het ware bracht hij de belofte van God opnieuw zichzelf in herinnering. En dat bemoedigde hem op een geweldige manier. Dat kan niet anders. Dat bracht ook verfrissing in zijn geestelijke leven. En velen van ons hebben verfrissing nodig. Ik merk dat bij ons, op andere plaatsen. We hebben verfrissing nodig. En dan is het zo belangrijk dat we, als we even het zicht kwijt zijn geraakt, dat we even stilstaan en zeggen, Heer, maar wat hebt u eigenlijk gesproken over mijn leven? Dat we eens even teruggaan. Ik hoop dat je dingen opschrijft als God spreekt. Dat je gewoon eens tijd kunt nemen en zeggen, nou, we gaan eens weer terug. Dus naar kijk
En ik bouw mezelf weer op in datgene wat God gesproken heeft. Net als hem hebben we dat nodig voor de reis die voor ons ligt. En dat had Abraham dus ook. Dus ik wil je gewoon aanmoedigen om daar tijd voor te nemen. Om de profetieën die God gesproken heeft over je leven. Om die eens weer te lezen en daar met de Heer over te spreken. Je hebt het nodig om opnieuw zicht te krijgen op de reis die nu in deze tijd voor je ligt. Vers 5 en 6. De volgende. Lot, die met Abram meeging, had ook kleinvee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat ze bij elkaar woonden. Want ze hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Daar zijn ze. Ze zijn aangekomen in het land van de belofte. Maar ze hebben inmiddels zoveel bezittingen dat ze daarmee in de problemen komen. Er is niet genoeg land voor allebei. Zo heeft God hen gezegend. En nou kunnen ze daar niet meer, eigenlijk met z'n tweeën, kunnen ze verblijven. Heeft God zich vergist? Zou je bijna denken. Ik bedoel, nou zijn ze op die plek waar God hen naartoe had gebracht. En nou passen ze er gewoon niet meer in. En die gedachte, die ligt ook zo snel op de loer. Dat God woorden over je leven gesproken heeft, weet je wel. En over de gemeente. En op het moment dat ze maar niet uitspruiten. Hè, of je ziet dingen niet in vervulling gaan. Dat je denkt, dat je begint te denken van, heeft God dat wel echt gesproken eigenlijk? Was dat wel van God? Want ik zie het niet. Is dit dus wel de goede plek, ook in de gemeente? Is het wel de goede plek voor mij? Weet je, het punt is, als we onze ogen afhalen van de profetische werkelijkheid, de woorden die God voor ons leven gesproken heeft, dus de werkelijkheid die hij als het ware ziet, en dan, als we dat doen, beginnen we te kijken vanzelf met onze natuurlijke ogen. En dan gaan we dus verkeerde conclusies trekken uit datgene wat je waarneemt. Datgene wat je ziet. Datgene wat je hoort. Dan ga je verkeerde conclusies trekken. En dan loop je de kans om van een Abram een Lot te worden. Abram staat voor een enorme geloofstest. En dat is een heftige. Want er staat dit in vers 7. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders en het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferezieten in dat land. Oneenigheid. Dan zijn ze daar, ze passen er niet in en dan komt er ineens oneenigheid. En een logische, voor de hand liggende gedachte of verklaring zou zijn, dat Abraham zou zeggen, hey Lot, we moeten eens even praten. We hebben misschien wel een fout gemaakt door met z'n tweeën naar deze groene weide te verhuizen. Misschien hebben we wel verkeerde stappen gezet. Dus we moeten maar eens even praten. Maar dat deed Abraham niet. Abraham ging niet zo'n gesprek met hem aan. Abraham geloofde namelijk dat achter deze situatie, achter deze verhuizing die ze achter de rug hebben gehad, dat God daarachter zat. Dat geloofde hij. En dat er dus niet naar menselijke oplossingen gezocht moet worden, maar naar goddelijke oplossingen. En dat is wat mensen van geloof doen. Die zien de hand van God in situaties. Zie je de hand van God in deze wereld op dit moment? Wordt wat minder, maar oké. Mensen van geloof, en ik wil dat geloof opwekken, zien de hand van God in de situatie. Ook nu vandaag de dag. Als we zeggen dat God in controle is, dan heeft God zijn hand erop. Amen. Dan heeft God zijn hand erop. Dat betekent dus dat je gaat weigeren om logische verklaringen te zoeken en verstandelijke oplossingen te zoeken voor zo'n situatie. En het kan zijn dat je zegt in dit alles, Heer, ik zit zo klem, ik weet het gewoon niet meer. Ik kan van alles bedenken, ik zit in een situatie, die vind ik lastig. En ik kan van alles bedenken, dus het enige wat ik wil doen is eraan ontsnappen. En dan kan ik wel zeggen, ik heb het idee dat de Heer gesproken heeft. Maar eigenlijk wil ik gewoon uit de situatie weg. En dat is wat veel gebeurt momenteel. Mensen die opstappen en zeggen van, ik zit klem, ik weet het allemaal niet meer. En ik heb het idee dat de Heer gesproken heeft, dat ik weg moet gaan. Maar de vraag is, wat is uw wil nou eigenlijk echt? Ook al is dat ongemakkelijk. Heer, wat is uw wil? We zoeken eerst het Koninkrijk van God en we gaan niet om ons heen slaan en kijken en denken van...
En dat is gebeurd. Er is oneenigheid in het kamp. Wat is de oplossing? Menselijk zou zijn uit elkaar gaan. Maar wat nu? Als blijkt dat het probleem waar ze mee te maken hebben, dat dat probleem juist op zich niet het echte probleem is, maar dat het juist een geloofstest is. Dat God test. Hoe snel hebben we niet de neiging om weg te lopen uit een lastige situatie? Als je voelt dat je klem zit. Maar wat nu als God die situatie toestaat om je te laten zien wat er in je eigen hart zit? We zullen zo dadelijk zien dat Lot het hele proces niet in de gaten heeft. En uiteindelijk verkeerd reageert. Met als gevolg dat zijn hele leven een andere wending krijgt dan dat van Abraham. En waarom? Omdat keuzes die we maken, of ze nou goed zijn of ze zijn verkeerd, die komen voort uit ons hart. Daar beginnen ze. En het is juist door de situatie waar zij in zitten, die geloofstest, dat het hart van zowel Abraham als van Lot zichtbaar wordt. Kijk maar eens in vers 8 en 9. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou. Tussen mijn herders en jouw herders. We zijn immers samen mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, zal ik naar links gaan. Hier zien we het hart van Abraham. Als hij dit tegen Lot zegt, dan zegt hij, laat het toch alsjeblieft geen strijd zijn. Dat is het hart van Abraham. En dan laat hij Lot kiezen wat Lot wil. Stel je voor, Abraham, een man aan wie dat hele gebied beloofd was door God. Dat hele gebied was door God aan hem beloofd. Dan hebben ze een probleem en Abraham zoekt naar de goddelijke oplossing. En dat is niet, denk jij dat jij daar recht op hebt? Zoek jij het even uit? Ga jij toch weg? Hoezo? Nee. Deze Abraham, de man die zijn leven laat leiden door de Heilige Geest. Ja? Al vanuit Ur der Chaldeeën, die is met zijn hele hebben en houden, de man onder wiens leiderschap, nota bene, net gelezen, Lot enorm gezegend was, onder het leiderschap van Abraham. Lot gezegend, enorm gezegend. Hoe lost hij dat probleem op? Abraham, die zegt, kies maar, neem maar, ga maar. Ik weiger om onze relatie op het spel te zetten. Doe maar. Ik weiger toe te geven aan de mogelijkheid van verdeeldheid of van scheiding. Ga je gang. Wat een geloofshart. Wat een nederig hart. Wat een zacht hart. De wereld zou zeggen, je bent slap. Vele christenen zeggen hetzelfde. Je bent slap als je dat doet. Maar wat doe je? Loop je weg voor dat probleem? Anderen zeggen, nee, je moet de strijd aangaan. Je moet confronteren. Oh, ik wil mijn eigen recht halen. Confronteren. Ik ga die ander toch niet zijn zin geven? Weet je, er is voor alles, ik heb niet direct het antwoord, maar er is voor alles een plek in de tijd. Ik zeg niet dat je altijd alles over je heen moet laten komen. Er is voor alles een plek in de tijd. Het enige wat namelijk werkelijk verschil maakt, is de vraag vanuit welk motief handelen we. Handelen we uit eigen gerechtigheid? Handelen we uit, hebberigheid, je gram willen halen. Misschien zelfs vanuit een diepe verwonding, wat nog steeds in je hart aan het woekeren is. Of de andere kant, zoek je goed te doen. Zoek je te zegenen, wat Abraham deed. Zoek je het beste voor de ander. Het verschil in al die situaties is namelijk hier ons hart. Is ons hart gericht op de ander of op onszelf? Weet je dat God, misschien ga ik het heel sterk zeggen, maar God kan geen ik-gericht hart zegenen. God kan geen ik-gericht hart zegenen, maar God kan een nederig hart zegenen. Een hart wat een ander laat voorgaan. Weet je, als we echt oprecht geïnteresseerd zijn in die ander, met de liefde van Christus, echt geïnteresseerd zijn, dan kunnen we misschien wel de wereld verliezen. Die zullen zeggen, je bent gek. Dan verliezen we de wereld,
maar we zullen Christus winnen. Amen. Abraham kiest voor het welzijn van Lot. En Abraham zijn leven gaat verder op de weg waar God hem op geplaatst had. Van zegen naar zegen. Af en toe is hier een botsinkje, maar zegen op zegen. In het plan van God. Hij heeft de test. Deze test heeft hij goed doorstaan. Uiteindelijk wordt door dit de hele mensheid gezegend. Maar het leven van Lot neemt een dramatische wending. Hij raakt niet alleen zijn vrouw kwijt. Hij wordt zelfs nog deelgenoot van immoreel gedrag van zijn twee dochters. Ik denk dat jullie het verhaal wel kennen. Uiteindelijk raakt hij huis en haar kwijt. Door zijn dochters krijgt hij bovendien nog eens een nageslacht met de naam Moabieten, staat in Genesis 19, en Amorieten. Een duister, een werkelijk kwaadaardig nageslacht, grote vijanden van Israël. Maar de ellende begint hier op het punt waar Lot in zijn hart een keuze maakt. Daar ging het verkeerd. Vers 10 tot 13. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra de gronden had gericht, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als van het land. Het schitterend zijn geweest. Daarom koos Lot voor zichzelf, daar heb je hem, heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Abraham woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zij tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. Ik zat erover na te denken, Abraham, wat moet het een teleurstelling zijn geweest voor die man. Hij had zoveel geïnvesteerd in het leven van Lot. Hij had hem een geweldige kans gegeven voor een heerlijke toekomst. Hij was op weg. Hij leefde onder de zegen van Abraham. Hij had kans op een heerlijke toekomst. Maar nergens lezen we dat Lot de vrijgevigheid van Abraham beantwoordt. We lezen nergens dat Lot erkent dat Abraham eigenlijk recht heeft op dat hele stuk land. Want God had het aan Abraham beloofd. Maar wat doet Lot? Lot kijkt vanuit een, staat hier ook, koos voor zichzelf. Vanuit een hebzuchtig hart keek hij ernaar. En hij dacht, oh dat water, als ik dan toch mag kiezen, dan neem ik dat. Hij zou eigenlijk genoegen hebben moeten nemen met datgene wat overbleef als Abraham gekozen had. Maar dat doet hij niet. Hij kiest dat stuk land waarvan hij zelf denkt dat het in zijn eigen voordeel is. En dan lezen we ook nog eens dat in vers 13, dat verontrustende bericht eigenlijk dat hij gekozen had voor een land waar mannen waren die slecht waren, grote zondaars tegenover de Heere. Dus zijn ikgerichte, zelfzuchtige hart deed uiteindelijk zijn hele leven in elkaar storten. Stap voor stap viel alles uit elkaar. En Abraham, hoe gaat het verder met Abraham? Vers 14 tot 17. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Daar waar de wind vandaan kwam, zei Paul. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en breedte, want ik zal het u geven. Dus God spoorde Abraham aan om zijn ogen gericht te houden op de belofte die hij aan hem gegeven had. Grote belofte. En zo herinnerde Abraham zich een ontzettend belangrijk feit. Namelijk dat Gods roeping is onherroepelijk. Gods doelen veranderen niet. En hij is volledig toegewijd aan het voltooien datgene wat hij in Abrahams leven begonnen was. En dat geldt ook voor ons. Zijn geloof, en ik moet zeggen, hier kan ik af en toe wel een voorbeeld aan nemen. Misschien jij ook wel. Maar zijn geloof was door de teleurstellingen niet veranderd. Het leven van Lot had hem ongetwijfeld pijn gedaan. Maar ook wijzer gemaakt.
En ik ken zelf situaties, misschien heb je dat ook in je eigen leven, dat je te maken hebt met dingen die schuren, dingen gaan uit elkaar, doen je pijn, je hebt mensen opgetrokken, ook in de gemeente, je trekt de poos met elkaar op en iemand krijgt, die krijgt het, weet ik veel wat, en die besluit weg te gaan. En soms gebeurt het ook nog eens met wat trammelant en dan heb je helemaal dat je achterblijft en dat je gewoon teleurstelling in je hart voelt. Weet je wel, en nou ja, ik ken dat. En dan moet je mee afrekenen. Ik denk nog hoezeer, als je je tijd met elkaar optrekt in de gemeente, als broers en zussen en dingen vallen uit elkaar, dan doet dat zeer. Maar weet je, wrijvingen tussen mensen. Moeilijkheden, misschien in je gezin, in je leven, in je gemeente. Crisissen in de wereld. Ik wil één ding zeggen, ze zijn niet je vijand. Het zijn niet je vijand. Het zijn geweldige mogelijkheden om het leven van de Heer Jezus zichtbaar te maken. Amen. Het is niet je vijand. En kijk met de gebeurtenissen nu in de wereld en alles wat er ook tussen mensen allemaal gebeurt. Mensen worden nerveus. Allemaal, en soms komen er dingen op je af. Maar het is niet je vijand. Het is een kans om Jezus te laten zien. Abrahamse tijd van reflectie en retraite leverde vers 18 op. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Andere tekst zegt, Abraham verplaatste zijn tent en hij bouwde een altaar. We zien dus dat Lots leven in elkaar gestort is. Begon hier, de keuzes die hij maakte. Had hij maar vanuit een gezond hart gekozen, dan was zijn leven anders gelopen, toen hij van Abraham mocht kiezen. Had hij maar de tijd genomen. Ik bedoel, dingen kunnen verkeerd gaan. En dat weet Abraham, wist dat als geen ander. Had hij maar de tijd genomen om daarover met God te praten. Om eens even stil te staan en terug te kijken en zeggen, wat heb ik gedaan? Weet je wel? Had hij maar zijn wereldse denken. Had hij maar zijn zelfgerichte hart, zijn ikgerichte hart op het altaar geofferd. Had hij dat daar maar geofferd. Dan had God hem kunnen zegenen. Gelaten staat hier niet. Gelaten 5, vers 24 en 25 zegt dit. Wie van Christus zijn, hier ga ik mee afsluiten. Wie van Christus zijn, wie is hier van Christus? Oké, wie van Christus zijn, gaat over jullie en mij. Hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Oké. We zijn onderweg. We zijn onderweg. Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En dan, vers 25. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Wie leeft hier door de geest? Amen. Heilige Geest is in je. Oké. Laten we dan ook door de geest wandelen. Het omgekeerde is het geval als je dus in een situatie komt of een tijd komt waar je christenen in terecht ziet komen en je wandelt niet meer naar de geest, dan wandel je dus automatisch naar het vlees. Ja, dat kan dus niet anders. En vlees hoort bij de oude mens. En die oude mens hebben we gekruisigd met Christus. Amen? Dat is de realiteit. Het vlees, onze eigen wil, onze eigen ik, onze oude zelfzuchtigheid, dat brengt de dood van Lot. Maar de geest brengt het leven en de zegen van Abraham. Ik weet niet waar jij zit, ik weet alleen waar ik zelf zit. Maar ik denk dat de Heilige Geest ons aan het opwekken is. Om voor deze tijd in de geest te wandelen. En ons hartstochten, begeertes te kruisen. Zeg, alle dingen die ik graag wil, Heer, laat uw wil maar geschieden. Ik weet het toch allemaal niet meer. Deze wereld is op drift geraakt. En er is maar één ding wat we nodig hebben. En dat bent u. En dat vraagt een volledige toewijding aan het volgen van Jezus. Zonder mij, zegt Jezus, kan je niks doen. Zonder mij, zodat ik zeggen, zonder u kunnen we niets doen. En dat is het. We hebben hem zo hard nodig. Niet alleen één keer op zondag of af en toe op je stille tijd.
maar voortdurend de dag door. En dat vraagt een volledige toewijding. En soms hebben we het nodig om uit een situatie te breken en eens een nieuwe stap te zetten. Gewoon, Heer, ik breek hieruit, ik ben het zat. Soms mijn eigen dingen ben ik zat, mijn eigen gedoe ben ik zat. Ik breek eruit, Heer, en ik besluit om volkomen voor u te gaan. Als je denkt van, hé, dat is wat ik wil, daar zit ik in, er is iets in mijn leven, maar ik wil eruit breken, dan wil ik gewoon vragen te gaan staan. Gaan we bidden, dan gaan we God vertrouwen dat hij je meehelpt om volkomen in line, alignment met zijn wil te leven. Amen. Zoals je wil mag je staan. Dan gaan we de Heer vragen. De Heilige Geest uitnodigen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon bidden dat de Heilige Geest je aanraakt. Gewoon zo. En je hoeft het niet te voelen. Maar gewoon, we weten dat hij er is. We weten dat hij in je leeft. En zo, Heilige Geest, willen we u danken. Heren, dat u eigenlijk de spreekbuis bent van datgene wat de Vader en wat de Heer Jezus tot ons willen zeggen. Heren, en ik dank u dat we leven in een tijd van deze, al is het een hele nieuwe tijd, een tijd die we nog nooit eerder meegemaakt hebben. Maar we danken u tegelijkertijd, Vader, Heilige Geest, Heer, dat u de weg weet. U wil ons leiden door dit leven heen. U wil ons leiden door de moeilijkheden, de doorns en de distels van deze tijd heen, Heer, op weg naar uw koninkrijk. En we hebben u nodig. En daarom staan we hier ook met elkaar om tegen u te zeggen, Heilige Geest, we hebben u nodig. Wilt u ons vullen op dit moment? Heer, wilt u ons doorstromen op dit moment? Heer, we zijn gaan staan, Heer, omdat we de toewijding willen maken. Om niet te wandelen in het vlees op geen enkel moment, maar voortdurend te wandelen in de geest. Zodat ons leven een leven van Abraham en geloof zal zijn. En niet een leven van Lot en van de wereld. En Vader, zo bid ik u op dit moment, wilt u ons opnieuw bedouwen? Wilt u opnieuw uzelf uitgieten, Heilige Geest, in ons hart? Heer, we willen leven vanuit uw koninkrijk. In deze tijd. Vanuit de profetische realiteit waarin u ons geplaatst hebt. En we danken u dat u ons op dit moment aan het aanraken bent. Dat u ons vult. Vader, ik bid ook zo dat u het stof van de afgelopen tijd gewoon van ons afblaast. Heer, de Heilige Geest, u bent de wind ook tegelijkertijd. Wilt u de stof van de oude dingen van ons afblazen? Heer, wilt u ons opnieuw in herinnering brengen dat zij die in Christus zijn, daar is geen veroordeling voor. Er is geen veroordeling van de Heer Jezus, alleen een uitnodiging om dichterbij te komen. Een uitnodiging om dag in dag uit met hem te wandelen. Heel intiem, heel persoonlijk, omdat de wereld dit ook nodig heeft. De wereld heeft het nodig dat wij gezien worden. Zo, Heer, ga uw gang in ons leven. Wil ons zegenen, Heer, met de volheid van het leven. Wilt u ons zegenen met een doordrenking van de liefde in ons hart. Heer, dat al het oude wat misschien probeert op te staan, dat vanzelf verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dank u wel dat u ons schoongewassen hebt met het bloed van het lam. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. En de hele gemeente zegt, amen, amen, amen. Amen.